Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Een korte mededeling. Ik ben er een paar maandjes tussenuit geweest wat betreft het uploaden van video's. En ik ben nu weer helemaal terug, dus ik ga weer volop video's uploaden. Dat betekent ook dat ik 2 maanden heb stilgestaan wat video's betreft. En ja, ik heb dus nagedacht en ik dacht, ja, er zijn gewoon een aantal video's die ik gewoon wel echt standaard wil laten terugkomen op mijn kanaal. Dat zijn toch de favoriete video's. Dus dat betekent dat ik de favoriete video's van oktober en november evengoed nog ga uploaden. In deze video laat ik jullie de favorieten van oktober zien. Want ondanks dat ik op YouTube misschien even niet zo actief ben geweest, heb ik evengoed wel gewoon op mijn blog artikelen en reviews geplaatst. Dus daardoor heb ik wel gewoon producten die ik jullie kan laten zien voor deze video. Dus als je benieuwd bent naar mijn favoriete producten van oktober, zou ik zeggen, kijk zeker eventjes gezellig mee. Ik heb alle producten verzameld op deze schaal en ik ga gewoon gelijk beginnen met het eerste product. Ik ga het gewoon een beetje random pakken ook en laten zien. Het eerste wat ik heb is een nail hardener in de extra strong versie. Deze is van het Kruidvat. Ik had heel erg last van broze nagels. En ik vond dat gewoon heel vervelend. Omdat ze gewoon heel snel inscheurden, afbraken. Nou ja, je kent vast allemaal het probleem als je lange nagels hebt. En misschien komt dat ook wel eens voor. Toen heb ik deze nagelverharder van het Kruidvat geprobeerd. En ik vond deze echt werkelijk super goed. Mijn nagels werden echt gewoon sterker erdoor weer. En dat is natuurlijk ook wel de bedoeling. Maar niet elke nagelverharder doet dat. Maar dat doet deze van het Kruidvat merk echt wel. Zoals ik al zei, ik heb de extra strong versie. En ik gebruik hem eigenlijk meer als base coat. Niet zoals je hem moet gebruiken. Want als ik zal eventjes snel lezen hoe dat normaal zit. Normaal moet je de eerste dag 1 laagje aanbrengen. En dag 2 nog een laag. En op dag 3 moet je weer oude laag verwijderen. En een nieuwe laag aanbrengen. Ja, dat moet je dan zo gemiddeld 2 weken volhouden. Nou, dat hou ik sowieso niet vol. En het liefst draag ik ook gewoon kleur op mijn nagels. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga hem gewoon lekker als base coat gebruiken. En dat heeft voor mij ook gewoon heel goed gewerkt. Door gewoon als base coat te gebruiken en niet de gebruiksaanwijzing die op het doosje stond. En mijn nagels werden er echt weer heel erg sterk door. Dus ik ga hem nu ook zeker weer even gebruiken, want ik voel dat mijn nagels weer brozer worden. Dus deze vond ik echt super goed. Dan heb ik deze lipgloss van Fashion Professional. Dit is het merk wat bij de Action verkocht wordt, een low budget merk. Ik heb de kleur pink. Ik vond deze lipgloss heel erg fijn, want hij dekte heel erg goed. Er zit een heel fijn glittertje in. Ik weet niet of dat goed zichtbaar is op de camera. Dat vond ik heel fijn. Hij blijft ook echt wel lang zitten. Ja, het glittertje erin, dat vond ik gewoon heel erg mooi. Hij plakt uiteraard wel, maar ja, dat doet bijna iedere lipgloss. Of je moet een matte variant hebben, dan is het meestal niet zo. Maar ik vond echt voor een low budget lipgloss bleef hij echt goed zitten. En was hij gewoon heel, heel kleurrijk. Dus dat vond ik echt super, super leuk aan deze lipgloss. Dan heb ik 3 oogschaduwpalettes van het merk La Femme. En dit merk dat verkopen ze bij de Big Bazaar. Ik heb deze palettes bij de Big Bazaar gekocht. Ik zal ze alle 3 eventjes van dichtbij laten zien. Dit is het eerste palette. Ze hebben geen namen. Dit is nummer 2. Ik zal ook eventjes laten zien hoe die eruit ziet. Als ik hem open heb. Dat is dus nummer 2. Dan heb ik nummer 5. En die ziet er zo uit. En de laatste, dat is nummer 1. Dat is dus deze. En die ziet er zo uit. De oogschaduws zijn echt super gepigmenteerd. Het zijn cream eyeshadows. Dus het is een oogschaduw die een crème stuk structuur heeft. Nou jongens, ik kom er niet meer uit. En dat vond ik heel erg merkzaam doordat ze gewoon veel pigment hebben. Ze hebben wel allemaal een glittertje. Alle oogschaduws hebben een glittertje. Dus
Met looks maken, je bent helemaal beglitterd. Maar ja, je kunt natuurlijk ook gewoon één kleur kiezen uit het paletten. Ze lijken misschien heel erg op elkaar. Oh, hoe ga ik dit doen? Vond ik in eerste instantie wel. Ja, ik denk dat je het zo kunt zien. Maar tijdens het swatchen en het aanbrengen zag je wel degelijk verschil met de ooglooks. Ik moet wel heel eerlijk toegeven dat het niet echt standaard kleuren zijn die je misschien voor iedere dag zou kiezen. Maar voor een speciale gelegenheid kan het zeker. En ja, volgens mij waren ze ook helemaal niet duur. Dat weet ik niet meer precies, want ik heb ze alweer een tijdje. Maar ja, ik vond ze gewoon heel goed. Vooral ook door het pigment. En ja, de structuur van de oogschaduws vond ik heel erg fijn. Dus deze drie palettes van La Femme. Dan heb ik dit oogschaduwpaletje. Dit is het Glam Eyes HD Quad Eyeshadow paletje van Rimmel. Dit is kleur 003 Royal Blue. Nou ga ik er even bij vertellen dat ik dit paletje een tijdje geleden bij de Action uit zo'n bak heb gehaald. Action heeft eens in de zoveel tijd, hebben ze van die bakken staan. Er zitten dan make-up producten in van dit soort merken. Dus Rimmel en Maybelline geloof ik. Een beetje de duurdere merkklasse zeg maar. Het zijn vaak wel collecties die al lang uit de normale collecties zijn die je dus bij de standaard drogisterijen die merken verkopen vaak al niet meer kan vinden. Maar ja, je verkoopt de Action dan voor een heel laag prijsje. Vaak moet je daar dan wel een beetje op letten ja, hoe oud het is. Nou heb ik dat met oogschaduw, vind ik dat niet zo'n groot probleem. Want naar mijn mening gaat dat niet zo heel erg hard. Maar bij eyeliners en mascara moet je er gewoon extra voorzichtig mee zijn. En ik denk ook wel bij lipstift en lipgloss. Het paletje ziet er zo uit. Oh. En ja, het is gewoon een heel leuk paletje met best wel veel kleurpigment. Ik vond echt ook een hele leuke look mee kon maken. Aan de achterkant zie je ook ja, een heel klein tekeningetje van hoe je de look zou kunnen maken. Maar ja, er zit er hier weer zo'n sticker overheen die je er eigenlijk niet afkrijgt omdat je dan de rest eraf trekt. Dus die laat ik maar lekker zitten. Maar dit paletje vond ik, ja, vond ik voor het kleine prijsje waar ik hem voor heb gekocht wel heel fijn. Nu heb ik nog een oogschaduwpalet voor jullie. Dat is de Color 12 Eyeshadow Colors. Dit is een oogschaduwpalet met heel felle kleurtjes. Die kun je op de achterkant al een beetje zien. Ik ga ze ook even openmaken. Dit paletje die heb ik afgelopen jaar bij het Kruidvat gekocht. En de kleurtjes hebben ook namen gekregen. Er zit een spiegeltje in de binnenkant. Het doosje is verder gemaakt van karton, maar sluit met een magneetje. Verder prima. Ik zal even het plasticje naar achter doen, zodat je ook de kleurtjes van dichtbij kunt zien. Oh. Zo zien ze er dus uit. Je zou in eerste instantie kunnen denken aan een dupe van het Neon Lights paletten van W7 als je die kent. Maar die kleuren die zijn wel echt feller. Deze zijn iets minder fel, maar toch wel vond ik het wel een heel erg leuk paletten. Er zitten natuurlijk niet kleuren in die je voor dagelijks gebruik zult gebruiken. Dat klinkt niet helemaal goed. Voor een dagelijks ooglook zult gebruiken. Maar evengoed vond ik het wel een heel erg leuk paletten. En ja, viel het me niet tegen. Dus vandaar dat hij toch wel in de video zit. Dan heb ik de laatste producten. En deze komen uit de Essence Limited collectie van Midnight Mascara. Ik vind die namen altijd zo lastig. Allereerst heb ik deze effect oogschaduw. Ik ga hem eventjes loshalen zodat je het kunt zien. Het is een bolle oogschaduw. Dus je kunt hem zowel droog als nat gebruiken. Ik heb de kleur 02 Spooktacular Night. Dat is natuurlijk al heel heel bijzonder. Het is een oogschaduw met
ja, een folie finish. En ja, het geeft wel een heel erg mooi effect. Het was nou niet dat ik echt dacht van wauw, maar de oogschaduw had wel veel pigment. En je zag de oogschaduw gewoon heel duidelijk en mooi zitten. En dat vond ik wel heel erg belangrijk. Want ik heb toch soms bij die mono oogschaduws dat ze toch niet heel goed dekkend zijn. Maar dat was deze absoluut. Dat komt misschien ook wel omdat het een baked eyeshadow is. Maar ja, ik vond dit echt een hele, hele goede, goede oogschaduw. Dan ga ik ook door naar het nagellakje. En dit is de kleur 03 Vampire Kiss My Neck. En dit is een latex matte lak. Nou, dat latex effect, dat zie ik absoluut niet. Maar hij was heel mooi mat. Hij dekte na twee keer redelijk. Maar hij bleef niet heel lang zitten. Maar ik vond de kleur wel heel mooi. En ik hou heel erg van het matte effect. Dus dat was gewoon een heel groot pluspunt. Waardoor ik hem toch bij de favorieten heb gedaan. Ook bij de favorieten zit de Liquid Skin Illuminator. Dit is gewoon eigenlijk een highlighter in een tube. Deze heeft de naam 01 Sitting Waiting Witching. En ik vond het echt een wauw effect geven. Vaak is dat ook wel zo bij vloeibare highlighter. Normaal ben ik er niet zo heel erg van. Maar ik vond deze wel heel erg fijn. En ook gewoon heel mooi. Je zag hem gewoon heel mooi terug. En dat effect is soms met poeder gewoon iets moeilijker te bereiken. Dus wat dat betreft vond ik het gewoon een hele goeie. En het laatste wat ik toch even wilde laten zien was dit masker. Ik vond het gewoon een heel erg leuk bedacht dat deze erbij zat. Dit is het 01 From Mask Till Down masker. En misschien kan ik hem gewoon wel eventjes opdoen. Ik ga hem gewoon eventjes opdoen voor jullie. Oké, zo ziet het er dus uit als je het masker draagt. Het is gewoon leuk als je een gekostumeerd feestje of zo hebt, een gemaskerd bal, dan is dit wel heel erg leuk. Ik vind het wel heel erg leuk bedacht. Je kunt er gewoon met touwtjes aan de achterkant om je hoofd heen vastmaken. En dan ziet het er zo uit en dan ja, geeft het eigenlijk wel een heel, heel grappig effect. Nog even een random dingetje over de Midnight Masquerade Limited Edition van Essence. Want in mijn vorige video toen had ik een complete look gemaakt. En toen droeg ik ook de lippenstift die ik niet zo'n groot succes vond. Maar dat maakt niet uit. Volgens mij heb ik toen een foutje gemaakt. Want toen zei ik van het is ook een hele geschikte collectie voor Halloween. Maar ja, aangezien met dat masker was het meer voor het gemaskerde bal. Maar ik denk dat ik een beetje ja, in de Halloween sfeer kwam. Omdat sommige producten uit die collectie gewoon best wel een bijzondere naam hadden. Wat mij aan Halloween deed denken. En het donkere kleuren waren. Dus als ik daar een fout in heb gemaakt. Sorry daarvoor. Maar dat wou ik dan toch nog eventjes vermelden. Dan waren dit ook gelijk alweer mijn favoriete producten van oktober. Dit was niet mega veel moet ik zeggen. Ik heb wel eens meer gehad. Ik moet niezen. Oh, hij wil niet. Ik heb dus wel eens meer gehad, maar ja, het is toch altijd een beetje uitzoeken van de ene maand heb je producten die je heel fijn vond en de andere maand is het wat minder. Dus ja, dat weet ik nooit van tevoren. Toch vond ik het wel heel erg leuk om deze video dus alsnog op te nemen, ook al is het van oktober. Want ja, ik vind het toch altijd wel leuk om even terug te kijken op de maand. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, maar wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk gratis abonneren op mijn kanaal. Mocht je nog benieuwd zijn naar de geschreven artikelen van de producten die ik je nu heb laten zien, kun je altijd even een kijkje nemen op mijn blog. De link die staat in de beschrijving. En daar review ik dus al deze producten uitgebreid en vertel ik je wat ik ervan vind. Dus ja, neem daar zeker even een kijkje als je benieuwd bent. Voor nu wil ik zeggen bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel snel weer. Doeg!